Welkom kijkers bij een nieuwe video. Ik ga jullie iets heel vets te laten zien wat hier aan de hand is. Boeiend. Die dingen verdwijnen ook steeds, daarom deed ik dit even heel snel. Hier zie je, dat ik nu zie er weg. Ik speel een Season 5, zoals jullie zien, de map is ook veranderd. Ik kom vanaf die berg. Daar is een heel vikingdorp op gebouwd. En nu zijn er van dat soort punten in de map. Als je een soort portaal en daardoor span je in de lucht. Uit zo'n soort gat kom je dan. Ik heb het net bij een andere player gezien. Je komt uit zo'n soort gat. Uit een soort van dimensie, ik weet het wel zeggen. En waar ik ook blij mee ben, is ze hebben de vangdamage aangepast. Normaal gesproken ging je bij 24 meter dood. Als je vanaf 24 meter viel, en nu zit het vanaf 28 meter. Zo is niet heel veel, maar het scheelt wel wat. Ik ga binnenkort ook daar naartoe, maar ik ben er net één keer geweest. Daar gaat letterlijk iedereen naartoe. Daar was echt 80 man of zo. Het komt ook omdat de bus zo ging. Was het ook het eerste plek. De eerste plek waar de bus overheen ging. En er is blijkbaar een nieuwe game mode waar je kan basketballen en golfen. En dat kun je alleen als je hoe heet dat? Als je de Battle Pass hebt. En die heb ik nu natuurlijk alweer meteen gekocht van de V-Bucks die ik nog over had. Want ik zorg altijd dat ik nog 900 V-Bucks over heb. 950 als het volgende seizoen komt, zodat u meteen weer de volgende Battle Pass kan kopen zonder er echt geld uit hoeven te geven. En als ik wat meer abonnees heb, rond 100 abonnees, ga ik ook een Battle Pass uitgeven. Wel gewoon een normale, niet met 25. Dat is meteen tier 25 bent, die niet, maar alsnog. En je wilt ook echt niet weten wat er met Dizzy Dayfield is gebeurd. Dat is gewoon een meer geworden. Een soort van een meer. Ik was hier vanochtend nog. Toen zag het er niet zo uit met meertjes en zo. What the fuck is dat? Ik wil kijken wat dat is. Ik vind het interessant. Maar ik zie niets door die bomen. Ik moet even hier iets omhoog klimmen. Wat doe ik hier? Oh, daar kan ik niet aan. I get it. Boom. Aan de kant. Daar is het. Wow, ouwe. Hier is de deur eruit. Wat is hiermee gebeurd, Sjoe? Is Flytrap hier langs gekomen? Nee, shit, ik hoor iemand lopen en ik wil hier echt niet doodgaan.
Dat is gewoon een auto. Oh, dat is wel echt zeer chic. Nou, ga ik nu kijken wat dat elektro-ding is. Ik weet niet wat het is, maar ik moet er nog 6. Ik heb helaas alleen niet de trailer van dit seizoen kunnen filmen. Maar de trailer was ook heel ziek. En daarin spande er ook van dat soort stenen. Oké, dit was best slim gedaan van hem. En hij had niet eens veel kills. Wacht trouwens, misschien kan ik de trailer nog een keer kijken, dat weet ik niet. Anders had ik de trailer wel gezien. Nee, dat kan niet. Oké, dit zijn allemaal niet moeilijke challenges, maar bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe een blauw duimpje omhoog, abonneer en tot de volgende video.